Oh ja. En wat natuurlijk onmisbaar is, de strijkplank, niet te vergeten. En waterkoker en een föhn. Want ja, je weet maar nooit. Het is even tillen, maar je hebt het wel echt nodig. Dat was natuurlijk gekkigheid. Die dingen nemen we zeker niet mee in onze backpack. Wat we wel meenemen in onze backpack gaan we jullie in deze video laten zien. Want ook dit is weer een veelgestelde vraag van wat neem je nou mee als je zo lang op reis gaat. En eerlijk gezegd was dat voor ons ook best wel een vraagstuk. Voordat we gingen hebben we ook wel heel veel online gezocht van wat is nou echt nodig. En wat niet? Ja, ook vooral wat niet. En daarom hebben we deze video voor jullie gemaakt. En we hebben verschillende categorieën gemaakt om het een beetje overzichtelijk te maken. En we beginnen met de categorie algemeen. Nee, maar laten we dan beginnen bij... de backpack zelf. De backpack. Ik zal hem even laten zien. Dit is onze backpack. Het is een 65 plus 10 voor de kennis. Hij is groot. Ja. Maar hebben we dat ook nodig? Ja. Ja. Want je zult zien wat we allemaal mee hebben. Dat past hier allemaal in. En dat moet hier ook allemaal in. Maar we zijn heel blij met deze backpacks van Deuter. Via Pluto Sport. En wat vooral heel handig is, is dat hier onder een apart vak zit. Waar je je schoenen en handdoeken of misschien nog wat natte dingetjes in kan doen. Die staat dan niet in contact met het grote bovenvak. En het grote bovenvak kan ook zeg maar, van de bovenkant helemaal open. Van de voorkant. Van de voorkant, en van boven. De bovenkant. Ja, ja, boven, voorkant, onderkant eventueel. Je kan hier wel door. Een band op, voor om je middel. Ideaal als je wat verder moet lopen. Ja, wij zijn gewoon heel blij met deze backpack. Ja. We hebben er allebei eentje. Ik heb een blauwe, zij heeft een groene. Ja. Want we wilden niet als een AWB zijn we toch wel een beetje, omdat we dezelfde hebben, maar goed. Ja, nee, hier zijn we heel blij mee. Zeker. Maar wat gaat hier dan allemaal in? Nou, als eerste hebben we ook nog allebei een gewone rugzak. Waar we dus zeg maar onze handbagage in doen tijdens het vliegen. Maar die we ook gebruiken als we bijvoorbeeld een dag ergens naartoe gaan. Heel handig. En als we gaan vliegen, doen we onze backpacks in een flight bag. Ook super handig, want daardoor beschadig je backpack niet. En weet je zeker dat alle riempjes en zo zeg maar niet kapot gaan. Daarnaast hebben we nog een kast, dat is zo'n ocean pack, zo'n dry bag. We gaan best wel vaak op bootjes met dagtours en zo. En dan is het heel handig om je camera-spullen en alles wat je meeneemt hierin te doen, zodat je zeker weet dat het allemaal droog overkomt. Oh, dry bag. Oké, wat hebben we dan nog meer? In het kopje algemeen, hè? In het kopje algemeen. Lakenzakken, heel handig. We zijn best wel eens in hostels en plekjes geweest waar het niet helemaal schoon was. En dan is het heel fijn dat je dus gewoon in deze zak kunt gaan liggen. Weegt ja, vrijwel niets en je ligt toch lekker schoon in je bedje. En daarbij hebben we dan ook allebei een kussensloop mee, want ja, dat is dan natuurlijk ook handig als het vies is. Kun je dan lekker schoon liggen. Daarnaast hebben we allebei een snel drogende handdoek. Ook heel handig, want op heel veel plekken in hostels en zo krijg je geen handdoek bij je kamer. En dan wil je toch een handdoek hebben die niet veel weegt en heel snel droog is. En het is super klank, ja, super klein en compact. Even kijken. En dan hebben we ook nog allebei een klein badlaken. Voor naar het strand, zeg maar op de plekken waar we nu zijn, zijn we heel veel op het strand. Dus willen we wel ook gewoon een normaal badlaken hebben. Dus dan is een klein badlaken wel fijn. Maar wat we ook hebben, waar is die? Oh, wil je die even pakken, die paarse? Ja, maar doe jij alvast wat anders dan? Oh ja. Even kijken. Oh ja. Dit is het ook in de categorie algemeen. Een nekkussentje. Gebruiken we heel veel in nachtbussen, vliegtuigen en zo. En je ziet heel veel mensen lopen met zo'n ding wat niet, waar je geen lucht in doet, maar zeg maar stof. En dat neemt heel veel ruimte in. Dus ik snap niet hoe ze dat doen. Nee, die lopen altijd dan met zo'n ding aan hun backpack. Maar deze kun je dus heel klein opvouwen. Ja, wat mij betreft meer aan te raden dan zo'n grote. Dit doek? Oh ja, deze doek. Dus zo'n doek is super handig, want ook die is weer heel klein op te vouwen. Maar je kunt hem gebruiken als je een tempel ingaat als rok. Maar je kunt hem gebruiken als gordijn, als theedoek, als dekentje in de bus, als wat zei ik net, een gordijn. Van alles eigenlijk. We nemen hem ook wel eens mee naar het strand, omdat het dan ook als een soort strandlaken fungeert.
Ja. Dus eigenlijk, ja, dat is echt een hele handige. We hebben er twee, dus voor allebei één. En wat hebben we nog meer op de algemene lijst staan? Hey. Uiteraard de packing cubes. We hebben dus al onze kleding verdeeld in die packing cubes. En ook dat is echt, echt nodig, want het wordt anders zo'n grote chaos. Kijk, bijvoorbeeld ondergoed in zo'n kleintje, sokken in een kleintje. En dan doe ik mijn broekjes altijd in een iets grotere. En al mijn t-shirts en zo in de allergrootste. Nou, je hebt deze zijn bijvoorbeeld van Bever, maar we hebben ook deze van Ikea. Van Ikea, van Decathlon. Je kan dat eigenlijk overal wel kopen. En is echt ja, de beste tip must. Die ja, zonder dit kun je niet backpacken, vinden wij. Nou ja, dan de opvouwbare bakjes. Doe jij even de demonstratie van de opvouwbare bakjes? Nou, dit zijn dus siliconen bakjes. Kijk, heel klein, maar plop, en je hebt een bakje. En heb je er dan één? Nee. Heb je er twee? Nee. We hebben er wel, oh, drie. En deze vonden we vooral in de Transmogrolie heel fijn. En als we bijvoorbeeld straks in Australië gaan kamperen en zo, dan is dit denk ik ook heel fijn. En we hebben daar dan ook kleine bestekjes bij die heel lichtgewicht zijn. Zodat je dus altijd zelf je ja, ja. Die keukenspulletjes zeg maar bij je hebt om wel iets te kunnen eten onderweg. We hebben er zes van. En ja, super handig. En er gaat ook nog een dekseltje. Overigens een dekseltje, dus we kunnen er een dekseltje op. Ja, zeker. Ideaal. Dan wat we ook heel fijn vinden zijn van dit soort kleine zakjes. Om alles wat je bij je hebt dus een beetje te verdelen. De kleding hebben we dus in die packing cubes, maar al je draadjes en zo wil je ook niet dat het één grote zooi wordt. Dus dan hebben we dat allemaal in dit soort zakjes. Dan de waterfles. Van LifeStraw. Hiermee, mag ik dat? Ja. Hiermee kan je dus gewoon water uit de kraan tappen. Of zelfs uit beetjes, zeggen ze van LifeStraw. En hier zit een filter in. Wat dus eigenlijk alle bacteriën, alle viezigheid uit het water filtert als je hier dus uit drinkt. Dus zo hoeven we nou, bijna nergens water te kopen. We doen het vaak wel, maar... Ja, als we onderweg zijn en je wil ergens koud water of zo, dan wel. Het is niet dat we altijd met twee van die volle dingen op pad gaan, dat was ook alweer zwaar. Ja, maar het is vaak wel bijvoorbeeld als we dan terug gaan naar de hotelkamer 's avonds en we hebben geen water gekocht, dan is het dus geen ramp. Omdat je dus altijd gewoon met die fles uit de kraan kunt drinken en je hoeft dan niet te denken, shit, we hebben geen water gekocht. Nee, hebben we er twee van ook. Ja. Wel echt een, ook echt een tip, net zoals deze bakjes. Ja. Onmisbaar. Het volgende is een klein lampje. Toen we dit meenamen dacht ik echt, nou dat ga jij nooit gebruiken. Wanneer ga je nou met zo'n lampje lopen? Ik zeg ook niet dat ik hem op mijn hoofd doe, want daar is die dus eigenlijk wel voor bedoeld, hè, zo. Hey. Maar bijvoorbeeld als ik in bed wil lezen, de meeste hotels en hostels hebben dus geen lekker leeslampje. Je zou denken, tuurlijk heb je dat. Heel vaak is dat niet het geval. Dan pak ik dus mijn kleine lampje erbij. Doet hij het? Ja. Ja. En dan kun je gewoon lekker lezen, maar ook bijvoorbeeld in Mongolië moesten we dan wel eens naar de wc lopen, midden in de nacht, er was helemaal geen licht. Nou, dan pak je even je lampje, kan natuurlijk ook met je telefoon. Maar ja, dit vonden wij ook wel, of vind ik nog steeds, echt wel een hele handige. Dus ja. Ja. Nog een stoffenzakje hebben we mee. Twee. Voor de was, wat jullie misschien al ergens hebben voorbij zien komen. Maar ook voor even naar het strand, voor een handdoekje, voor een even kleine boodschap. Het is ideaal zo'n stoffen tasje. Het is misschien inderdaad wat zwaar, maar het is wel even wat beter dan het plastic. Ja, we hebben er twee van. Ja, het neemt wel ruimte in beslag, ja. Maar overal al die plastic tasjes en zo vragen is ook niet goed voor nee, het milieu. Doen we niet, doen we niet. Dan heb ik, omdat ik het wel fijn vind om op reis op te sporten, heb ik een heel klein zakje met dit soort elastieken mee. Nou, ook heel handig. Ja. Kun je allerlei oefeningen mee doen. Is natuurlijk niet een must als je niet van sporten houdt, maar ik vind het fijn. Ja, het staat fantastisch. Dan slotjes. Ja. We hebben, ik denk, heel belangrijk. Vijf of zes van dit soort slotjes, van die hangsloten hebben we mee. We hebben codes, we hebben met een sleuteltje. Ja, we hebben ook. Omdat je in heel veel hostels inderdaad moet je wel die waardevolle spullen opbergen. Ook hebben we er zo een. En dan is slotjes hartstikke handig, maar ook heel vaak in hotelkamers als we weggaan 's avonds, doen we de waardevolle spullen in één tas, tas op slot. Maak hem vaak ergens even aan vast, want je hebt heel vaak geen kluisje. Je weet het nooit en zeker voor het onzekere. Ja, zeker waar.
hadden we de maskers al. De slaapmaskers? Ja. Het meest gebruikte attribuut, denk ik, op deze vakantie. De slaapmaskers. Ja. Dat is echt vaak echt nodig, want soms heb je gewoon letterlijk geen gordijn in je kamer. Nou. Ja, het gebruiken we iedere dag en dat is echt top. Ja, ik denk ook dat we niet meer zonder kunnen, ook in Nederland niet. Nee, zeker niet. Dan een pen. Ja, die kan ik jullie laten zien, is niet heel spannend. Heb ik toch hier liggen. Een pen en een boekje om dingen op te schrijven. Als je dingen aan het uitzoeken bent, maar sommige mensen vinden het ook fijn om als een soort dagboekje te gebruiken. En je moet heel vaak, als je in het vliegtuig zit, je papieren invullen voor het land waar je naartoe gaat, visa en zo. En dan is het heel fijn als je een pen bij de hand hebt. Ja, het is een simpel dingetje, maar toch wel heel erg belangrijk. Wil jij nog even dat kleine rugzakje? Kleine rugzakje. En die poncho. Oh, ook heel handig. Een poncho, zo'n weggooiding, weegt bijna niks. En een klein opvouwbaar rugtasje van 10 liter, want dat is allemaal, het hele tasje past dus hierin. Eigenlijk hetzelfde voor het vouwen met het stoffentasje, gewoon even handig voor als je iets moet doen of iets gaat doen, maar je hebt niet heel veel spullen nodig. Dan is dat ideaal. Vaak doen we ook wel eens in dit tasje spullen die we dan weer in dit tasje in de grote tas stoppen. Ja, voor het zand en regen en dan ja. Is het ding dan. Kijk, want nu is de tas. Ja, het is echt een super klein ding en spoorloos. Kan dus 10 liter kan daarin. Dus. Dit was wel algemeen, denk ik, hè? Ja, ik denk dat we redelijk er zijn met ons algemene ding. Het enige wat ik net nog bedacht bij die maskers is ook oordoppen. Dat hebben we ook mee. Is ook af en toe fijn in de bus en drukke hostels. Dat was het? Ja. Op naar het volgende onderdeel. Oké, volgende item. De toilettassen. We hebben allebei een reistoilettas mee. En wat we hier heel handig aan vinden is dat je hem dus zeg maar zo open kunt doen en dan kun je hem dus ophangen ergens, zodat je hem niet neer hoeft te leggen. Nou ja, dat is heel handig, kun je overal goed bij. Doe je even de demonstratie, tadaa! Ja, super handig. Ja, hier zijn we heel blij mee. Deze is van Osprey, of ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja. Maar dat deze is wel echt ideaal. Van Ikea, maar die is ook prima. Deze is iets compacter en iets steviger denk ik. Maar wat neem je nou allemaal mee in je toilettas? Ja, natuurlijk gewoon de standaard dingetjes als tandenborstel, tandpasta, pincet, scheermesjes, deo. Je make-up, deo, dat soort dingen. Neem ook wel de kleine verpakking van mee, dat scheelt weer. Maar wat we ook heel handig vinden is bijvoorbeeld tape. Ja, we hadden bijvoorbeeld onze tas was kapot, nou ja, een tapeje erover, super handig. Veiligheidsspelden, als je bijvoorbeeld ergens bent waar je een gordijn aan elkaar moet maken, heb je even een speld, super handig. Een klein naaisetje, dus naald en draad, zodat als er iets kapot is aan je kleding of zo, kun je het even snel maken. Hebben we nog niet gehad, hè? Hebben we nog niet gehad, maar je weet het nooit. Daarnaast vitaminepillen, want ja, je eet iets minder gezond soms dan thuis. Ja, maar ook nog de, het staat nog daar, muggenspray, zonnebrand. Ja, dat kennen jullie wel, maar dat hebben we ook mee. En daarnaast malaria. Pillen hebben we mee, diarree-remmers, paracetamol, pillen tegen uitdroging. Slaappillen? Slaappillen uiteraard. En wat ook nog echt een tip is, zijn die shampoo bars van Lush. Ik heb ze nu even niet hier, maar als je shampoo natuurlijk meeneemt, is dat altijd best wel snel een grote fles. En die bars zijn gewoon, ja zeg maar, zeepblokjes waar je dus, wat de shampoo is. En die kun je dus kopen bij Lush. Daar krijg je dan een klein bakje bij. Nou ja, en dat is super handig, want dan, daar kun je geloof ik 50 keer je haar mee wassen en het is dus gewoon een zeepblokje. Ja. Dan zijn we er met het ding toilet. Dat denk ik ook, ja. Ja. Ik heb nog staan elastiekjes. Dat is net als met de veiligheidsbelden, daar kun je dingen aan elkaar maken. Nou ja, voor de rest de standaard. Ja, simpel, standaard. Ja. Gaan we door naar de kleding. De kleding. Zal ik dat eens doen? Aangezien jij het meeste ervan mee hebt. Helemaal niet waar. Nee, kleding. Wat we van tevoren een beetje hebben gelezen en gehoord is een soort van regel.
je moet zorgen dat je voor een week lang kleding bij je hebt. He, ook al ga je een jaar op reis of twee jaar, begin gewoon met een week lang kleding. Dus dat hebben we ook ongeveer qua shirtjes, shirtjes, broeken. Nou, ik heb bijvoorbeeld 3 zwembroeken. Dat is misschien veel, maar goed, een zwembroek voor een man kan je die ook gewoon overdag aan als je iets gaat bezoeken in de stad. Maar gewoon qua shirtjes, genoeg shirtjes. Onderweg hebben we ook wel wat shirtjes bijgekocht en soms wat dingen weggegooid. Maar we zijn weggegaan met, ik denk dat ik 6 shirtjes bij me had. Zoiets. Waarvan 1 sportshirt, en misschien nog een hemd, maar ook een pet heb ik meegenomen. Ja. Dat soort en dingen. 1 lange broek hebben we allebei mee. 1 lange broek. En wat we ook mee hebben, ja, dat is misschien raar, maar dat is allebei hebben we een vest of een trui mee. Nou, dat is niet raar. We zijn ook in gebieden geweest waar het sneeuwde. Ja, maar nu hebben we hem nog steeds. Terwijl we nu al 3 maanden in de bloedhitte zitten. Maar in vliegtuigen, in bussen vaak, is het echt best wel koud. Die airco die staat echt te blazen. Dus dan is een trui wel lekker. Ook om het even op te rollen als je gewoon wil slapen. Dus dat is ideaal. En ik heb met reizen meestal een legging aan. Maar die gebruik ik dan ook bijvoorbeeld om te sporten. Dus dat is dus wel heel handig. En daarnaast heb ik dus altijd in hostels en zo met slapen een kort pyjama broekje aan. Dat vind ik heel fijn omdat je dus heel vaak langs allerlei mensen moet lopen. Thuis heb ik dat niet aan, maar zeker handig. En verder dus inderdaad voor 1 week kleding en waar Joost niet mee aankomt. Daar zijn we ook echt heel blij mee en hebben we heel veel gebruik van gemaakt. Dit soort water- en winddichte jasjes, heel dun, maar wel dus... pijn. En als het heel koud is, kun je daar gewoon een trui dus onder doen en dan is het een soort van winterjas. Ja, en het is heel, ik weet niet wat voor spul dit is, maar goed spul. Een goed spul, maar je kan het ook gewoon heel klein oprollen, poppen. En dan past dat zo bijvoorbeeld in die onderkant van je backpack. Ja. En zeker in China en in Vietnam tijdens die motortocht, wat je misschien wel hebt gezien, hebben we hem eigenlijk constant aangehad. Dat is echt ideaal. Top. Waterschoentjes hebben we nog. Ja. Die hebben we onderweg gekocht. Vooral voor Filipijnen. Ja, de Filipijnen, die boottocht was dat verplicht. Deze schoentjes. Nou, maar die... Maar het is op veel stranden wel fijn. En deze zijn ook echt... Ja, het weegt niks. Je kunt het super klein opvouwen. Dus ja, we hebben daar wel echt wat aan. Daarnaast hebben we dan allebei een paar slippers mee, uiteraard. Daar loop je bijna alleen maar op. Dan hebben we gympies mee, allebei. We hebben allebei 1 paar slippers. 1 paar sneakers en 1 paar, niet aan het vertellen. 1 paar hardloopschoenen. Ja, 1 paar hardloopschoenen. Ja, maar ik vat het even samen. Ja, heel goed. En hardloopschoenen is natuurlijk niet nodig. Als je niet gaat sporten, zou ik gewoon zeggen, neem lekker 1 paar gympen mee, is prima. Maar ik sport wel veel en ik hou er wel van om dus ook mijn sportkleding en mijn sportschoenen mee te nemen. Dus vandaar. Ik hou er ook wel van, maar ik gebruik het te weinig. Daarnaast, ik heb 3 bikinis bij me, een aantal paar sokken, ik weet niet precies hoeveel. Een zonnebril is natuurlijk ook heel handig. We hebben nog van die soort van compressiesokken hebben we mee. Ja. Ik weet even niet of ze, nee, die liggen hier niet. Van Stokks. Van Stokks, dat zijn van die lange sokken. Die gaan dus zeg maar soort van tot hier, net onder de knie. En die zijn tijdens het reizen heel chill, als je echt lang in de bus of in het vliegtuig moet zitten. Ja. Dan krijg je niet van die vermoeide reisbenen van het stilzitten, zeg maar. Ja, het is een luxe dingetje. Maar wij vinden het op zich wel heel chill, dus als je plek hebt in de backpack, why not? 3 bikinis had jij? Verder nog iets? Nee, ja, dus ik zou adviseren voor een week kleding en dan dus een extra vest. Ja, dan kom je echt een heel eind. En qua kleding is alles te koop. Ja, echt dus overal. Neem vooral dus gewoon niet te veel mee, dan kom je er zeker. Nee. Dus beter neem je een kleinere backpack, kan je ook minder meenemen. Elektronica! Yes! Daar zijn we dan. Beetje mijn gebied? Ja. Mag ik beginnen? Tuurlijk. Voordat we hiermee beginnen, we hebben hier ook al... veel vragen over gehad, over welke camera's hebben we mee. Hebben we ook al een blog over geschreven. Staat op onze website. Linkje staat in de beschrijving, dus mocht je daar echt veel meer over willen weten, kan je dat daar allemaal vinden. We beginnen natuurlijk met de camera die we mee hebben. Ja, daar wordt nu mee gefilmd, dus dat is heel moeilijk om die nu in beeld te laten zien naar jullie.
Maar we hebben dus een Sony A6500 mee. Met daarop een externe microfoon van Rode. En een statief. Ja. Daar doen we eigenlijk alles mee. Daarnaast hebben we in Hongkong een GoPro 7 gekocht. En daar zijn we heel blij mee. Daar hebben we alle mooie onderwaterbeelden mee kunnen schieten. Maar ook heel veel mooie foto's. Waarvan je denkt van wow, die zijn met een professionele camera gemaakt. Is allemaal met de GoPro. Allemaal met de GoPro 7. En we hebben de Osmo Pocket. Daar hebben we al heel veel over geschreven en laten zien. Maar hierdoor kan ik nu wel misschien eventjes jullie laten zien hoe we erbij zitten qua opzet. Dat is ook wel mooi. Heel professionele opstelling hebben we gemaakt. Zie je het uitzicht? Dus dat hebben we eigenlijk allemaal mee qua camera, video. Uiteraard een laptop, anders kunnen we dit ook niet tot jullie brengen en dit bewerken, noem maar op. E-readers, we hebben allebei een eigen e-reader mee. Uiteraard onze telefoons. Telefoons, externe laders. Heel handig. Twee externe laders mee, ideaal. Heel veel hotels, hostels. Ja, is het stopcontact... Nou ja, 3 meter verderop, ja. Zeg maar. Of heb je in een dorm 1 of 2 stopcontacten. Ja, dan ben je blij dat je een externe lader hebt. Dat je in bed kan zitten, liggen en... En let er wel op, als je deze meeneemt, je mag hem absoluut niet in je ruim bagage doen. Dus je moet altijd in de handbagage vanwege brandgevaar. De externe lader zet het over. Ja, we hebben het al een keer gehad dat we daardoor weer eruit gehaald werden van... wat zit er in jullie tas? Terugkomen, eruit halen. Dus wees daarop bedacht. We hebben allebei een setje... hoe heet dit? Oortjes. Oordopjes mee. Uiteraard een wereldstekker, super handig en ja, onmisbaar eigenlijk wel. Wereldstekker, we hebben dus een wereldstekker voor alle landen, zeg maar. Je kan hem helemaal zo uitvouwen. Ja, daarom heet het ook een wereldstekker. Ja, maar je hebt ook heel veel dat je, wat je hier ziet. Alleen zo'n blokje, zoals ja, dit. Alleen zo'n blokje, ja. Nee, dat is niet... We hebben één wereldstekker en een hele... Externe schijf. Ja, externe naar de schijf. En een hele batterij aan geheugenkaartjes. Wat we nodig hebben. Ik denk een stuk of 4, 5. En er zijn er al een aantal van vol. Voor alle elektronica dingen en draadjes hebben we 1 zak. Zodat alles goed bij elkaar zit. En daarbij hebben we dus voor alle apparaten van tevoren thuis goed gekeken. Okay, welke draadjes hebben we nodig. En welke draadjes kunnen we combineren. Want heel veel apparaten werken dus op dezelfde draadjes. Zodat je niet... 10 draadjes mee hebt, want de e-reader werkt weer op hetzelfde als, nou ik weet het even niet, maar dat is dus wel heel handig. Ja. Nou, dat was denk ik voor de elektronica, dan kunnen we door. Ja, wil je er meer van weten, check dan even die vlog van ons. En er staan ook linkjes bij naar alle camera's en zo, dus dat is wel ideaal, mocht je daar echt in geïnteresseerd zijn. Oké, dan de laatste categorie hebben we genoemd papieren. Nou, dan gaan we even de papieren pakken. Last but not least, eigenlijk het allerbelangrijkste, natuurlijk je paspoort. En, wat hebben we nog meer meegenomen wat heel belangrijk is? Rijbewijs. En ook een internationaal rijbewijs hebben we voor vertrek aangevraagd. Kan gewoon bij de ANWB, betaal je volgens mij 15 euro ja, voor. Ja, zoiets. Maar bijvoorbeeld in China, in Thailand hebben we dat nodig gehad. Wat hebben we nog verder voor papieren? Pasfoto's, we hebben pasfoto's bij ons. Hebben die al nodig gehad? Nee, maar nee. Ik denk dat het wel slim is om... Iedereen zei, je moet pasfoto's meenemen, dus dat doen wij braaf. En daarnaast... dus een zorgpas, of zei dat net al? Nee, ja, al die zorgverzekerings... Ja, die pas je dat als er iets gebeurt, dat je dan je nummers en alles bij de hand hebt. Maar ook een kopietje van je polis hebben we mee. Ja, dat is ook wel zeker aan te raden. Dat je die nummers, zeg maar de telefoonnummers allemaal weet die je moet bellen. Je kan natuurlijk altijd even googlen, maar het voelt wel fijner om het gewoon bij je te hebben. En eigenlijk alles wat we dus zeg maar op papier mee hebben, hebben we ook digitaal in de cloud staan. Ja. Daar kunnen we altijd bij, offline. Dus inderdaad kopie, paspoort, alle gegevens van de zorgverzekering, de noodnummers van de bank en zo. Dus ja, we hebben dat op papier en op onze telefoon. Ja. In de cloud. Yes. En dan als laatste natuurlijk nog creditcards, bankpassen, onze Revolut kaart. Dat soort dingen ook zeker. Ja, die Revolut kaart, ik hoor je denken,
Revolut. Maar die Revolut is dus een betaalkaart, pinpas, waarbij we dus maar 2% commissie betalen als je bedrag, als je gaat pinnen bij een automaat. Vaak betaal je 5% administratiefee of noem maar op. Nou, dat tikt wel aan. En wij betalen door die pas met 2% en de, tot de eerste 200 euro niks. Dus dat is echt een aanrader, ga je lang op reis. Go check it out, Revolut heet het. Staat ook in de beschrijving. Yes. Nou, dan zijn we door onze backpack video heen. En ik moet zelf altijd wel even, als ik alles zie liggen, denk ik, hoe kan dit ooit in onze tas passen? Pas prima. Dus het lijkt veel, maar het valt echt mee. Ja, dit waren wel echt de spulletjes die wij het allerhandigst vinden. En we hopen dat je er wat aan hebt gehad. En als je ook gaat reizen, heel veel plezier en succes met inpakken. Doei!